En dan is de start gevallen. Gaan we kijken naar de winnaars over jaar met Quinten Bos, Ryan Flow, Jorgen Mensen, Zijf Stoffers, Daan Spinnenberg, Mike Oudetanker, Thijs Hoenvanis en Sven van Petersen. En dan gaan we kijken wie hier de koppositie in handen heeft. Dat is de thuisrijder Brian Floon. Brian Floon hier aan de leiding, gevolgd door Rapid Wheels Classic naar Veen met Quinten Bos. Bos hier op positie nummer 2. Wie fietst hier dan op positie nummer 3? Die is ook in handen van Rapid Wheels Classic naar Veen. En dat moet dan zijn Senna Stoffers. Senna Stoffers hier op positie nummer 3. En dan is het op 4 ook nog een thuisrijder. Thuisrijder hier met Thijs Hoendevannes. Hoendevannes hier op positie nummer 4. Maar hij krijgt de aanval van DVO Haaksbergen. Daan Spinnenberg gaat de aanval inzetten bij Thijs Hoendevannes. Maar nog steeds aan de leiding is het 529 van Brian